wat getuigt van zijn grootsheid is dat hij elke dag weer in staat is honderdduizenden energie te geven vanuit het perspectief van de ander. Het tekent de leider dat hij door zijn woord, zijn gedachtes, een aanhang weet te creëren. Velen zullen Evers volgen naar Radio 538. Een nieuwe levensfase, bezinning. Tuurlijk zijn we nog niet in grote getalen, maar één moet de eerste zijn. Telfort, erg betrokken en erg officieel telecomleverancier van Euro 2000. In de komende 15 seconden laten we je geleidelijk wennen aan de nieuwe verpakking van Liga Brunchy. En, wendt het al een beetje? Liga Brunchy, de milkbreak rijk aan calcium voor gezonde groei. Wat een actie! Ook u kunt nu scoren met Telfort Pak en Bel Prepaid. Neem deze Motorola om zo in te koppen voor slechts 99 gulden. Telfort, erg betrokken en erg officieel telecomleverancier van Euro 2000. Dus ze worden kampioen. Dat weet jij zeker. Hoe zeker? Is dat vrij zeker of heel zeker? Mooi. Ja! Hele strakke actie van Neckerman. Wordt Nederland kampioen, krijg je zomaar je geld terug. Dus hup naar Neckerman.com voor de spelregels. Ja! Zou je hem daar wel neerzetten? Boah. Roest? Neem Hemorrhoid. Primer, grondverf en lak in één. Zonder eerst te krabben of te schuren. Direct over roest. Hemorrhoid. Mooi over roest. Ga snel naar Neckerman.com voor de spelregels. Wat spoken jullie daaruit? Glorix allesreiniger zonder chloorbleek reinigt hygiënisch en ruikt lekker fris. Verwijdert ook het vuil dat je zelf niet ziet. Wij Remia, ja. We staan 75 jaar en dat vieren we met deze jubileumvoordeelpas. Waarmee je kunt sparen voor heel veel voordeel. Heeft u dat? Ja? Mooi. Opletten! 16 mannen! Nee, we zijn beneden. Net als Van Basten. München, EK-finale 88. Koppen, dat moet als kieft. Pats! EK88, Nederland-Ierland. Die vrije trap komt beter. Meer à la Platini, Frankrijk-Spanje, EK84. Die schopt het nog ver in de Euro 2000-quiz van McDonald's. Met zoveel kennis maak je kans op duizenden prijzen, zoals een gesigneerde Adidasbal. Wie zat het vaakst op de bank tijdens zo'n EK? Gek op Mac. The Guns of Navarone. Oh ja. Een Engels team wordt naar Grieks grondgebied gestuurd dat door de Duitsers is bezet. Ja, daarmee zijn we bezig. Het bolwerk van de Duitsers onder vuur. David Niven, Gregory Peck en Anthony Quinn in The Guns of Navarone. Morgen om 8:30 op Net 5. Zeg, Remia, ja. Wij staan al 75 jaar op tafel. Neem nou de jaren 50 en wat zien wij? Remia fietst als voorbij de gehaktbal en voorbij de gemakken piepers. En neem nou de jaren 70. Please, man. Ook op deze te gekke, gezellige tafel staat Remia-saus, ja? Remia ketchup. Remia curry en zigeunersaus. En jawel, Remia saté-saus. Wauw, man. Want ook in de jaren 80 vinden wij Remia. Remia mayonaise, Remia vleessausen en de omgekeerde knijpflessen. Zo ziet u, Remia staat 75 jaar op tafel.
En dat gaan we vieren. Hoe? Dat hoort u na de reclame.